Ik hoorde jullie ook vertellen over iemand die altijd gewend is om hele grote puzzels te maken. Of bijvoorbeeld sudoku's te spelen op niveau 5, 6. Hoe zou je dat kunnen aanpassen dat iemand dat toch kan blijven doen, zonder dat dat frustrerend gaat werken? Dat vind ik wel een hele mooie. Want we hebben daar een voorbeeld van, hè, van een dochter die zegt van mijn moeder maakte puzzels van 1000 stukken. En dat lukte op een gegeven moment niet meer. Toen zijn we naar 500 gegaan en ondertussen zitten we nu op een puzzel van 50 stukjes. Maar dat is een kinderpuzzel. Nou, moeder gaf al aan in de vorige puzzel dat ze daar eigenlijk niet zoveel interesse meer in had. En zij vraagt zich nu ook af, oprecht, van is dit nu eigenlijk wel een goede keuze? Wil mijn moeder dit nog wel? Want ze wordt dus kennelijk geconfronteerd met de frustratie. Dat zijn nu een puzzeltje van 50. Het lijkt zo kinderachtig. Ja. Maar zit het hem dan in het aantal puzzelstukjes? Of zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van ik maak een mooie foto van ons ouderlijk huis en ik bied dat aan als puzzel. Zou dat niet een betere uitdaging zijn dan? Ik denk dat dat de kern, die zit er maar in dat je moet leren communiceren met elkaar. Wat wil deze persoon? Ja, je kunt aannemen, ze heeft altijd gepuzzeld, dus ze wil dat blijven doen. Maar kennelijk, mogelijk, wil ze dat dus niet meer. We hebben een meneer gehad, die was meubelmaker. En er is voor hem bedacht dat hij graag bij een houtgroep zou willen zijn. Die man die wilde dat helemaal niet. Later kwamen we erachter dat hij graag Frans wilde leren en dat hij graag brood wilde bakken. Dat zijn we met hem gaan doen. Dus eigenlijk moet je met iemand in gesprek gaan. En dat kan ook aan de hand van foto's of voorwerpen. Te kijken van waar ligt iemands interesse. Ja. En dan ga je kijken of daar ook een activiteit bij past die iemand op langere termijn kan doen. Ja, en wat je daarnaast nog, dat vind ik ook misschien nog wel een goede aanvulling. Probeer het op verschillende momenten op de dag. He, dus het kan zijn dat je 's ochtends iemand overvraagt of net andersom 's middags. Maar kijk of die persoon op verschillende momenten in de dag hetzelfde reageert op zo'n activiteit. Dan weet je op een gegeven moment, nou oké, dit is passé, dat moeten we niet meer doen. Ja. We gaan iets anders inzetten. Ja, want er kunnen hele logische oorzaken zijn. Iemand heeft slecht geslapen, dan moet je 's ochtends niks gaan doen. Of iemand heeft net gegeten en wil een dutje doen, dan moet je net na het eten ook niks gaan doen. Dat zijn concrete, praktische voorbeelden ook, die je kunt bedenken. Ja, maar die vragen allemaal dus heel veel van de mantelzorger. En niet iedereen kan dat zomaar. En het gaat eigenlijk ook een beetje uit van dat je vroeger een hele goede relatie had met elkaar. Wat ook niet altijd zo is. Dus het kan echt zijn, en dat is echt niet erg, dat je daar hulp bij nodig hebt. En dan hebben we, hè, wat we al noemen, zo'n case manager, zo'n zorgtrajectbegeleider. Die kunnen daarbij helpen. Misschien kan de huisarts helpen. Misschien kunnen interventies helpen. Of je gaat eens kijken, hè, bij zo'n ontmoetingscentrum bijvoorbeeld. Dus ja, je, ook... je kunt hulp binnen de deur halen. Ja. Dus iemand bij jou thuis. Maar je kunt ook buiten de deur kijken. Ja. Je noemt al een ontmoetingscentrum. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die zijn er op allerlei soorten en maten. Maar die gaan heel erg over ontmoeting. En dat gaat enerzijds bieden die informatie bij dementie. Maar ook andere mensen met dementie om mee te praten. En wat ik het heel mooie vind aan bijvoorbeeld zo'n ontmoetingscentrum, is dat die voor mensen met dementie en mantelzorgers zijn. Dus je kunt daar ook samen naartoe. En dat kan ook een hele mooie start zijn voor als je ooit denkt aan dagbesteding of dagbehandeling. Want dat vinden veel mensen met dementie heel moeilijk om naartoe te gaan vaak. Dat is moeilijk om mensen daarmee naartoe te krijgen. Maar zo'n ontmoetingscentrum ga je eigenlijk met z'n tweeën. En dan wendt iemand al aan het feit dat hij met andere mensen met dementie is en dat er andere mensen zijn. En jij gaat wel mee als mantelzorger. Je krijgt vaak wel een ander programma. Dus binnen heb je dan wat minder met elkaar te maken. Maar dat samen gaan en dat samen wennen aan van ik ga ergens naartoe en daar ga ik interessante dingen doen of leuke dingen doen, heb je dan al een beetje erin. En dat geeft dan al opluchting in de thuissituatie, dat je niet meer 24 uur per dag met elkaar moet zorgen om het aangenaam te houden. Ja. En de persoon met dementie went eraan om met andere mensen activiteiten te doen. Ja. En dat is voor een aantal mensen toch wel de toekomst om dat
vanwege dementie het vermogen om activiteiten te doen achteruit gaat. Ja, zeker. Heb ik dat goed benoemd? Ja, zeker. En de mantelzorg, hè, daar hebben we het ook al wel over genoemd, die wordt daar ook heel erg door belast. Dus het is ook fijn dat die mantelzorger ook even vrij heeft, zeg maar, van die taak. En zijn eigen dingen kan doen, naar een zankor gaan of lekker boodschappen doen. Of even naar de kapper zonder de zorg te hebben van mijn partner zit alleen thuis en wie weet of dat goed gaat. Ja, dat en ook, zeg maar, wat ik zelf heb meegemaakt, van iemand komt dan op een gegeven moment thuis en heeft zelf ook wat meegemaakt. Heeft zelf ook wat te vertellen, hè? De persoon met dementie heeft zelf iets gemaakt, heeft zelf... Dus dat is ook heel belangrijk als je weer denkt aan dat welbevinden. Ja, van, dat je hebt voor nieuwe iemand ook gesprekstof van... eigenlijk. Ja, je blijft niet steeds in hetzelfde hangen. Ja. Ilse, je hebt erover gehad, mensen, mantelzorgers kunnen creatief zijn en moeten creatief zijn in het zoeken naar ideeën. Wat kan ik nog met de persoon met dementie, wat kan ik aanbieden waardoor er een prettige sfeer ontstaat en waardoor we samen dingen kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Als je daar nou zelf niet uitkomt, waar kan ik de informatie vinden om op ideeën te komen? Daar is dan een website, hè, www.dementie.nl, met heel veel tips en adviezen hoe om te gaan met iemand met dementie. Welke problemen je tegen kunt komen, maar ook heel veel activiteiten die je kunt ondernemen. Die activiteiten die zijn ingedeeld in binnenshuis, buitenshuis, aan de keukentafel. Dus hele praktische activiteiten. Dus voor elk wat wils te vinden? Ja, op zich wel. Wat we wel tegengekomen zijn in het onderzoek, is dat mensen dat ook weer wel lastig vonden, omdat activiteiten die zij daar dan vonden, vaak niet passend was bij de situatie die zij, waar zij zich in bevonden. Dus wat ik dan bijvoorbeeld hoorde, dat was dat mensen zeiden van, ja, dat is allemaal leuk om te gaan wandelen, maar... De persoon met dementie is beperkt of ik ben beperkt. Of leuk dat jullie willen gaan koken, maar dat kunnen we niet, want we kunnen de arm niet gebruiken. Of, dus allerlei zaken waar zij tegenaan liepen, waardoor zij in de veronderstelling waren dat die activiteiten niet uit te voeren waren. Nou heb ik een heel goed idee gevonden op de website. En, dat wil ik gaan uitvoeren en het wordt een totaal fiasco. Wat dan? Vallen en opstaan. Vallen en opstaan? Ja. Mogen we erom lachen en om huilen? Alles mag. Alles mag. Je mag het gerust opnieuw nog een keer proberen. Ja. Okay. Ik denk dat dat is misschien wel de essentie van leven met dementie. Vallen en opstaan en opnieuw proberen. En proberen af en toe iets spontaans te doen. Dat is ook wel iets wat terugkwam. Door de dementie moet alles gestructureerd en geregeld worden en georganiseerd. Maar zoals het leven normaal was, was het soms heel spontaan. En daar verlangen mensen dan ook wel naar. Ja, ik vind dat een mooie opmerking. Maar dat is een beetje een tegenstrijd met van rust, reinheid en regelmaat. Ja. Zoveel mogelijk een vaste structuur. Ja. Maar ik hou wel van dat spontane. Want ik weet uit eigen ervaring dat mensen daar heel veel plezier aan kunnen hebben. Om dat spontaan te doen. Dat kan heel klein zijn, hè, Huub. Dat kan een radio aanzetten en samen een dansje maken ook zijn, hè? Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afronding voor vandaag. Hartelijk dank voor jullie deskundige inbreng. En wellicht tot ziens in een volgende bijeenkomst.